Ja, lieve mensen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Sinterklaas uit huis, kerst naar binnen, zoals je hoorde. Een beetje Bing Crosby. Yummy. Eventjes wat naar binnen werken, moest. Weer even wezen gymmen. Wat een verschil. Wat een verschil ga je merken van een week, wederom bijna een week niet sporten. Of de momenten dat je zeg maar vrijwel drie keer in de week, vrijwel, dat je drie keer in de week gaat sporten. Ik kan het goed merken waar het mee zit. Natuurlijk heeft het met leeftijd te maken. Natuurlijk heeft het te maken met dat je even in je val zit. Natuurlijk heeft het te maken met andere, mogelijk andere situaties. Maar ja. En soms zijn bepaalde situaties niet te verklaren. Dat het gewoon dat je denkt van hoe kan dat nou? Waar zit dat in? Deze maand, december, heb ik het voor mezelf een beetje losgelaten met betrekking tot eetpatroon. Daar zal ongetwijfeld ook aan meewerken. Dat de hele situatie, je eetpatroon, het minder sporten, dat invloed heeft op uiteindelijk wat je gaat doen met je fitness. En bepaalde dingen die toch wat tegen gaan zitten. En dan denk ik bij jezelf van vandaag even lekker er tegenaan. En dan ben je daar, dan ben je oefening aan het doen. En dan denk je van, hoe kan dat nou? Waarom gaan die zo moeilijk? Waarom gaan die zo lastig? Nou, wellicht dat het dus daarmee heeft te maken. Maar goed, daar valt wel overheen te komen. Ja, en dan hebben we vanmiddag de laatste competitiewedstrijd voor 2023. En dat is een belangrijke voor vandaag. We hadden vorige week gewonnen, die week daarvoor hadden we gewonnen. Dus we zitten in een, als het goed is, in een goede flow, zoals ze dat dan mooi noemen. Maar die moeten we eigenlijk doortrekken, zodat we de aansluiting houden met het midden. We hebben dan de mazzel dat andere clubs die zeg maar boven ons staan ook wel wat morsen. Dus dat het allemaal nog wel behoorlijk dicht bij elkaar staat. Dus er is absoluut niks gespeeld. Maar ja, je weet je, om de aansluiting te houden zullen we vandaag iets moeten doen. Zullen we vandaag moeten winnen. Dan doe je het voor jezelf goed, sluit je eind van 2023 alsnog redelijk goed af. Dan kun je zeg maar in januari weer met een goede start beginnen. Hopelijk. En dat is toch wat je nodig hebt. Je wil niet het eind van het seizoen onderaan staan. Je wil natuurlijk altijd bovenaan staan, maar ja, als het dan een keer gewoon even niet lukt, dan houdt het op, dan zul je moeten proberen om de schade zoveel mogelijk te gaan beperken. Door dan in ieder geval de handhaving binnen te slepen. En dan kun je natuurlijk handhaving 14e plaats is. Nee, was het dan geloof ik 5? 12e plaats. 12e plaats, dat is ook handhaving. Maar het liefst zit je natuurlijk gewoon bij de eerste 6. Dan heb je gewoon nog een seizoen waar je denkt van, wow, daar kunnen we nog wel redelijk goed op terugkijken. Maar goed, we zullen wel zien waar dat uiteindelijk, zeg maar, het einde van het seizoen eindigt. We gaan in ieder geval nu ons focussen op vandaag. Wat,
ja, wat we gewoon goed moeten uitspelen. Dus er gaat nog wel even wat worden vandaag. Maar dat neemt niet weg dat dat juist de uitdaging is. En dat is alleen maar prettig. En dat is alleen maar fijn dat die uitdaging er is. Dan wordt het ook verder geen saai bedoeling. Dus dan kunnen we gewoon er tegenaan. Voor de rest, afgelopen vrijdag feestje gehad van mijn vrouw. Die was natuurlijk vorige week 50 geworden, maar vrijdagavond hebben we een feestje gehad. Dat was wel leuk. Dat was best wel van onder de indruk. Uiteindelijk waren er ook nog vrienden gekomen die eerst had ik gezegd van nou, we komen waarschijnlijk toch niet, want dit en dat, bla bla bla. En die waren uiteindelijk dan toch gekomen. Ik wist het natuurlijk wel, maar voor de rest, niemand wist het dat ze zouden komen. Dus het was wel wat fun. Ja, en voor de rest, ja, was gewoon een prima feestje. Het was wel zo prima dat ik had een calculatie gemaakt van wat het ongeveer zou gaan kosten. Alleen ik had iets te ruim gerekend. En dat is alleen maar positief natuurlijk, omdat je dan de rekening kreeg van oké, prima, doen we voor. Dus dat was wel nice. ik had gerekend op 3,25 euro voor een consumptie. We hadden het in het dorpshuis gedaan. Dus de prijzen zijn dan iets anders dan gewoon normaal gesproken in een café of ergens anders. Dus ik had gerekend met 3,25 euro per consumptie. A ongeveer man of 50. A gemiddeld ongeveer 6, 7 consumpties. Nou goed, reken maar uit. Zit je ergens rond de 700 euro. Dan komt dan de dingen nog een beetje bij, blabla, dingetjes. En dus ik had zoiets van, oké, dat ben ik ongeveer kwijt. En dan krijg je op een gegeven moment de rekening en dan is er uiteindelijk geteld met 2,75 euro. Ja, dat scheelt wel een slok op een borrel. Slok op een borrel, consumptie, reken maar uit. Goed, dus, dus dat was positief. En daar werd ik alleen maar blij van. Was ik helemaal blij. Maar goed, ik heb de spullen gepakt, tas gepakt. Ik ga de boel afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. Even nog een hele dikke duim opsteken en eventjes abonneren op mijn kanaal. Dan kan ik volgende week ook weer verder. Daar kan ik toch wel duim van. Even niet altijd met een dikke duim en een like te hebben. Maar ik zou het wel heel graag zien. Dus nog meer likejes en nog meer duimpjes omhoog. En mogelijke reactie plaatsen vind ik ook heel leuk. En ik heb eigenlijk ook vaste kijkers. Dank, top. En ik ga het boel afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg ciao. En de groeten. Duimpje. Abonneren. Doei. Ciao.